Hallo allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is vandaag voor mij zaterdag. Ik heb vandaag gewerkt tot 12 uur. Een uurtje langer gebleven dan eigenlijk moest, omdat ze een beetje problemen hadden. Het is inmiddels einde van de middag alweer. Ik heb de hele middag een beetje lekker liggen hangen en een paar dingetjes gehaald. En ik heb net worstje en bladerdeeg gebakken, want morgen gaan we naar vrienden in Veldhoven. En Milo gaat er ook mee naartoe, zodat ze ook kunnen zien hoe het met Milo gaat. Mocht je vragen, wat is dit voor ding? Dit is mijn bekkenbodem trainer, ontspanner, hoe je dat wil noemen. Die zit met een hele draad zo vast ergens. Die is bijna klaar hopelijk. Nog 5 minuutjes. Eigenlijk ben ik gewend om er gewoon mee te liggen, maar de fysiotherapeut zei dat ik er dus ook mee gewoon mijn dingen kon doen. Dus ik dacht, ik ga gewoon even kijken en aanvoelen hoe dat is. Nou, dat is niet heel erg relaxed, maar oké, vooruit. Het is wel te doen. Het is apart. Het is een gek gevoel. Maar ja, het is wel te doen. Als ik hiermee gewoon lekker mijn dingetjes kan doen, vind ik het helemaal best. En dat kan, dus daar ben ik blij mee. Dus ik ben een beetje aan het opruimen op mijn gemak. Rustig aan. We hebben er net te horen gekregen dat Brussel nu ook code oranje begint te worden. We gaan natuurlijk, het was een grote groepje. Nu gaan uiteindelijk Natuska en ik met z'n tweeën naar Brussel toe. We willen wel gaan, want anders zijn we echt al het geld kwijt. Maar we hebben ook gewoon afgesproken met elkaar van, er gaan mondkapjes gedragen worden. Die gaan gewoon niet af, buiten dat we in het hotel zijn. Heel simpel, mondkapjes gaan gewoon op, ze gaan niet af. Handschoenen nemen voor de zekerheid mee. Desinfecterende handgel gaat mee. En we houden ons zoveel mogelijk aan alle regels en afspraken die er zijn. En die we gewoon kunnen opvolgen. Want ja, we hebben geen zin om vervolgens met problemen terug te komen. Het is niet heel erg slim, dat weten we ook. Maar we vinden het gewoon zo zonde om het geld weg te gooien. Dus we gaan een risico nemen. Maar zolang we ons gewoon houden aan de maatregelen, dan komt het echt wel hartstikke goed. Hoop ik, denk ik. Weet ik bijna zeker. Maar goed, we zien hoe dat allemaal gaat lopen. Ik heb net alleen nog even geprobeerd om Mini Europe te bellen, want daar zouden we de eerste dag heen gaan. En dan zou ik Natuska meenemen voor haar verjaardag. Maar ik zit eraan te denken om dat te cancelen, omdat dat wel gewoon heel erg risicovol is. Omdat je daar gewoon met heel veel mensen op elkaar loopt. Ik heb hem geprobeerd te bellen vandaag. Daar werd geen gehoor aan gegeven. Dus ik heb nu een mail gestuurd in de hoop dat ik daar wel antwoord op krijg. Anders weet ik het ook niet. En krijg ik er geen gehoor op en kunnen we het niet cancelen, dan gaan we sowieso wel gewoon. Maar dan zullen we daar waarschijnlijk iets minder lang blijven. En uiteindelijk toch gewoon merendeel in het hotel gaan hangen. De tweede dag gaan we wel naar Vilvoorde. Ik ga trouwens ook alles vloggen in 3 delen. Dus daar heb ik ook wel heel veel zin in. Maar we gaan gewoon kijken hoe het allemaal gaat lopen, hoe het op te doen is. En komen we er nou uiteindelijk achter dat het echt niet te doen is om buiten te komen daar, dan gaan we gewoon in het hotel chillen en dan maken we er daar wel wat leuks van. Maar goed, ik heb net een weekvlogje geëdit. Die is nu in de render. Die gaat maandag online. Deze vlog zal misschien woensdag of zo online komen of donderdag. Even kijken. It is what it is, jongens. Ik wil in ieder geval wel, ik wil proberen sowieso 1 vlog met mijn camera op te nemen. En de dagen tussendoor vast te leggen op mijn mobiel. Die aan het einde van de dag, 's avonds even te editen. En die alsnog even online gooien om jullie wat kijkjes te geven. En ik zat te denken om misschien een Instagram TV's om te nemen van 3 dagen. En dan uiteindelijk wel een grote vlog maken van deze 3 dagen die dan komen gaan. Maar goed, ik kijk nog even hoe ik dat ga pakken. Misschien dat ik ze apart neem alsnog als 3 dagen los. Misschien als gewoon 1 vlog. Ik weet het nog niet. Even kijken. Ik neem wel reserve SD-kaartjes mee. Voor het geval het straks in 1 keer niet haalbaar is met de opslag daarop. Maar we gaan gewoon even kijken hoe dat in het vat zal gieten. Maar goed. Eerst even wachten tot dit ding klaar is. En volgens mij is hij bijna klaar. Nog 1 minuut. Nou jongens, ik ben even een beetje aan het chillen aan het doen, maar ik heb Milo naar boven gehaald en die zit hier dus achter. Kijk, hij zit hier.
zit hier precies tussen? Wacht, ik ga eventjes mijn lampje aanzetten. Mijn rol gedaan, heb ik dus even dicht gedaan. En Milo is dus hier tussen verstopt. Kijk, en dan gaat hij weer. Betrapt. Kom eens hier, vriend. Kom eens even uit Doekie, vriendje. We willen je even zien. Ja, hallo. Oh ja. Ik ga gelijk ook helemaal lang uit liggen. Oh, kijk die achterpoot, jongens. Oh ja. Oh, hebben ze dat tegen jou gezegd? Dat is helemaal niet lief. Hij is zo aan het kletsen. Ja. Maar dat is helemaal niet erg hoor. Nee, dat mag ook wel. Oh ja. Oh, kom je gauw bij mij. Ja. Oh, wat op tijd. Ja, is dat zo? Ik hoop dat hij niet schrikt, jongens, maar ik wil hem even laten kijken met de camera. Niet opeten. Het is voor foto te maken van jou. Dit wordt echt zo'n cavia-vlog. Kijk dan. Milo, niet bij de camera. Je eet hem op. Nou. Niet opeten. Nee, kom hier. Weg. Op de camera. Nee, kom maar. Ga je lekker over het bed. Oh. Poepie toch. Milo. Milo. Niet de camera opeten. Kom hier terug. Hij is zo druk en aan het rennen en lopen en doen. Oh shit. Ik heb een idee. Oh nee. Ja, nee, weet je. Nee. Heb je daar nou ook zitten plassen? Kut. Milo, kom. Oh jongens. Niet tegen mijn kussens. Nou, dat dacht ik dus al. Dan wordt dus even een handdoek neerleggen. En morgen, als we terugkomen uit Veldhoven, mijn bed even verschonen. Dank je, Milo. Goed, Milo is beneden. En ik ga even mijn gezicht wassen. En daar even plassen. En dan zit hij helemaal schoon. Goed, ik zit dus heerlijk voor de fan. Maar ik wil jullie even vertelletjes nog voor ik. Vertelletjes nog? Vertellen nog voor ik ga slapen, want het is al best wel laat. Ik heb vandaag een officieel iPhone hoesje gekocht, een zwarte. Die wilde ik echt wel super lang. Alleen ik heb de grijs-zwarte genomen. Maar ik merk dat die iPhone siliconen hoesjes heel veel vingerafdrukken opvangen als je hem om hebt, zeg maar. Dus dat vind ik eigenlijk wel jammer. Ik vind hem wel super fijn hoor. Ik heb hem trouwens op telefoon even uitgehad. Omdat ik hem niet gelijk wil verzieken. En met het werk ik eigenlijk ook super zonde vind als ik hem dan zo ga verkloten op het werk, dus dat vind ik jammer. Maar dus ik heb nu deze om. Ook een super fijn hoesje trouwens.
Maar ik ga zo lekker slapen, want ik ben echt wel moe. En ik heb wel even wat rust nodig. Dus ik ga lekker slapen. Goedemorgen. Het is zondag. En ik ben echt zo moe. Ik heb hem lekker om half 7 gezet. Ik heb geen idee hoe laat het nu is, maar ik ben er dus nog niet uitgegaan. Het is bijna 8 uur. Ik ben zo moe. Heel veel gewerkt de laatste tijd. Echt kei moe. Maar goed, we moeten er wel uit. Want we gaan vandaag naar Veldhoven. Ik moet nog douchen. En binnen een uur gaan we al weg. Goed, inmiddels klaar en aangekleed. En nog steeds wel een beetje moe. Milo is ingepakt, die zit hierin. En we gaan gezellig met z'n allen naar Veldhoven toe. Ik heb eventjes mijn hoesje omgedaan met het touwtje. Die heb ik ook op mijn werk aan trouwens. Super chill. Want dan heb ik geen omkijk. Maar ik heb even croissantjes gemaakt met oude kaas die ik even ga opeten nu. En deze kleine man die gaat gezellig mee. Mijn moeder komt zo hier zitten. Mijn vader zo hier. En dan gaan we naar Veldhoven. Ik heb er wel zin in hoor. Ik ben wel echt nog steeds een beetje dat ik denk van ik ben nog een beetje moe. Maar dat komt helemaal goed. Ik geef lekker ontbijt op mijn gemak. Ik heb trouwens na lange tijd weer zo'n lange broek aan. En dat is echt in een keer heel strak en heel warm. Maar goed, doen we niks aan. Ik heb ook gewoon een t-shirtje aan. Verder helemaal prima. Maar de kleine Milo, die gaat mee. Oh goed, jongens. Ik ben lekker thuis omgekleed. En wel, ik weet niet of jullie het weer hebben gezien. Zondag voor jullie. Maar het heeft heel hard geregend. Ik heb echt mijn rok gedaan naar beneden. Zo. Nog één verder. Ik ben zo blij, want mijn pa brengt me morgen aan mijn werk. Dat betekent voor mij dat ik even lekker kan uitslapen. Top. Ik heb het hokje terug hier gezet. Mijn bureau is schuin daar. Helemaal blij mee. Ik ga dit even in de badkamer leggen en ik ga heel even gauw plassen. Dan ben ik bij jullie terug. Auw. Fuck. Oh. Auw. Ik kom erachter dat ik sinds een aantal dagen last van mijn knie begin te krijgen. En dat wordt met de dag erger. En nou heb ik dus weer het probleem dat mijn knie weer ontstoken is. Dat heb ik al vaker. Maar hij is weer heel rood en dik. Dus dat zegt voor mij genoeg. Ik heb het veel vaker gehad. Mijn knie zijn ook niet in orde. Dus ik heb heel veel pijn aan mijn linkerknie. Ik loop ook niet zo makkelijk. Niet echt veel zeer, maar ik ga morgen gewoon werken, want dat gaat natuurlijk wel gewoon door. Dus ja, ja, ik ga lekker slapen. Goedemorgen, het is maandag. Het is maandag en ik ben wakker. Ik ben wel moe, ik ben al aangekleed en gewassen. Ik heb het topje vandaag aan, omdat ik mijn jasje vandaag denk weer ga aan. Lekker gaan aandoen. Ik heb een blauwe broek aan. En mijn kniebraces om. Witte schoenen. Ik heb nog steeds heel veel zeer. Maar hopelijk komt dat wel goed. Het is vroeg. Ik ga mijn make-up doen en mijn koffie drinken. En ik ben helemaal klaar, jongens. Ik ben moe nog steeds, maar wel iets meer wakker nu. Het is 6:10. Ik heb alles lekker op mijn, echt serieus op mijn gemakje gedaan. Dus ja, het is nu tijd om toch even mijn koffie op te gaan drinken. En dan ga ik lekker naar beneden toe. Ik heb echt mijn tijd genomen deze ochtend. Normaal ga ik gewoon wel achter elkaar door. Maar nu denk ik, nee, ik wil gewoon even iets eerder op. En gewoon lekker rustig op mijn gemakje met make-up doen. Nu ben ik vanmorgen eerst even gaan wassen, uitkleden. Toen even koffie gaan halen. Helemaal top. Ik zal ondertussen even een YouTube video te kijken. Ik vind het zo chill om morning routines te kijken. Vooral smorgens. Ik vind het echt heerlijk. Dus dat ben ik ook aan het doen. En dan ga ik zo een koffie drinken. En dan ga ik zo naar beneden toe. Dat moet ook gebeuren. En dan gaan we zo meteen aan het werk. Ik ben wel met een leuk ploegje. Dus dat is leuk. En we hebben vandaag een
nieuweling op het werk voor die meeloopt de hele dag. Dat is ook top. Wow. Echt warm hier. Maar goed, ik ga zo lekker naar het werk toe. Ik heb de camera thuis. Want waarschijnlijk ben ik toch pas om 1:30 thuis. En onderweg film ik niet zo heel veel, omdat ik dan vaak haast om toch even snel de bus te halen. Omdat ik niet zo lang wil wachten. Dus ik zie jullie straks thuis. Goed, en ik ben weer thuis. Ik ben gelukkig opgehaald door mijn vader, want mijn knie, jongens, is echt idioot aan het opspelen. Ik kan er bijna niet meer op staan. Ik ga mijn broek uitdoen en mijn knie weer opnieuw intapen, want dat is allemaal losgelaten vandaag. Maar goed, ik ben dus ook weer thuis, dus dat is ook wel weer fijn. Ik ga jullie even hier zetten. Zal ik jullie even hier zetten? Misschien wel beter. Dus nee, op zich wel goed gewerkt vandaag. Druk dagje dat wel vandaag gehad, maar goed. Dat is vaak. Oeh, ik ben wel moe, jongens. Echt zo. Ook dat gehink al de hele dag, dat kost me zoveel moeite. Ik ben er echt wel heel erg moe door. Maar goed, ik ga mijn knieën intapen. Auw. Dat is heel veel zeer. Ik heb twee verschillende tapes meegenomen. Ik heb deze zelfhechtende bandage. En ik heb sporttape meegenomen. Ik ga even mijn knie inpakken. En hopelijk komt dat dan weer helemaal goed. Oh, hij wil niet scheuren. Shit. Oh. Goed, de knie is weer opnieuw ingepakt. En hopelijk blijft het nu wel een beetje zitten. Want het is niet echt halverwege de dag vandaag al los. Dat ik dacht van, oh, oeps, dat was niet helemaal de bedoeling. Maar goed, hopelijk blijft het nu wel. Ik heb mijn schoenen lekker in het hoekje gezet. Tas staat lekker in het hoekje. En ik ga nu naar beneden. Want ik heb honger en ik wil heel graag eten. En ik heb trouwens lekker gelijk korte broek aangedaan. Ik ga even beneden wat eten. Want daar heb ik al trek in. En daarna ga ik boven nog iets regelen. Maar dat ga ik jullie zo vertellen. Goed, ik heb heerlijk gegeten. En inmiddels heb ik Milo lekker naar boven gehaald. Die zit hier in zijn bakkie. Een superleuke Kim heeft dus, een vriendin van ons, heeft dus allemaal dingen voor Milo gemaakt. Als cadeautje voor mijn verjaardag. Maar natuurlijk ook een beetje voor Milo. Dus dit is Milo's bedje. En hij zit hier in de bak. Zo leuk. Milo. Zo cute. Dus ik ga even lekker chillen met Milo op bed. Goed, jongens. Oh, ik heb een beetje tegenlicht hier. Dus ik ga het even zo doen. Ik ben nu thuis omdat ik met mijn knie zit. Maar ik dacht, aangezien ik volgende week op vakantie ga, ga ik gewoon nu alvast een aantal dingen inpakken die ik al in kan pakken. Ik neem deze koffer mee. Dat is een koffer, maar die is compleet van stof. Dus die kan ook lekker veel volgepropt worden. Ik heb er al een vliesdekentje in zitten en een kussensloop. Want ik weet dus niet hoe dat daar is. Of het daar warm of koud is. Een kussensloop vind ik wel fijn. Dat ik met mijn hoofd gewoon op mijn eigen kussensloop ligt. En ja, wat dekbed en dingen betreft, maakt het me allemaal niet zo heel erg uit. Maar ik dacht, ik ga voor de zee. Ik twijfel nog of ik dat dekentje meeneem. Zou ik hem meenemen of niet? Nee, ik laat die gewoon thuis. Ja, ik ga geen deken meenemen, jongens. Ik laat die wel gewoon lekker thuis. Wat ik dus mee ga nemen. Ik heb een lijstje, of tenminste een app gedownload. Ik ga even gewoon inloggen. Mijn camera is ook niet zo heel erg vol meer. Dus ik ga even snel kijken hier zo. Ik heb deze app gedownload. En hier staat dus onze trip naar Brussel. En hier staat dus alles in wat ik dus mee wil nemen. Dus ik ga in het begin gewoon lekker met de kleding en alles. Want dat kan ik nu gewoon nog eens inpakken. Dus dat gaan we even doen. Nou, in ieder geval ga ik nu 2 BH's inpakken. 2 t-shirts, 1 jurkje en 2 leggings. Oké, goed. Nou, ik heb in ieder geval hier al... Oh, ik zit boven op mijn telefoon. Ik heb in ieder geval hier al de BH's. Ik heb een gele, een witte, omdat ik denk dat ik ook wel een beetje shirtje mee neem, maar weet ik niet zeker. Een rode en
een soort chill BH waar dus geen beugels en dingen in zitten. En die heb ik. En dan heb ik een donkerblauwe spijkerbroek, een zwarte halve legging, een zwarte broek en een grijze broek. Omdat ik dus niet weet wat voor weer het is en ik graag wel extra bij me heb en ik voor 3 dagen ga. Wat ik hierin doe, wordt trouwens ook een outfit die ik de eerste dag aantrek. Dus dat scheelt ook weer, dat gaat er dan de dag uit. Maar ik ga de broeken en de BH's er in ieder geval alles in doen. Het ondergoed pak ik pas de dag voor dat we weggaan. Want dat gebruik ik nu gewoon nog en sokken ook. Dus daar wacht ik nog even mee. Maar kleding en dat soort dingen, dat kan ik nu wel alvast inpakken. Oké, goed. Ik heb de t-shirts. Ik heb een geel t-shirt. Dit shirt is zwart, maar die heeft een heel dun, maar die heeft een halve mouw. Mocht iets fris zijn, kan ik die altijd aandoen met een topje eronder. Een zwart shirt, een wit shirt met print, een basic oranje shirtje. En dit is een lange jurk die ik meeneem. Voor als het echt lekker weer is daar, dan kan ik die lekker aandoen. Dus ook dit gaat nu de kop in. Oké, goed. Ik heb dus 2 pyjama setjes. Ik heb dit setje van de Primark. Die gaat in de koffer. En ik heb dit setje, dit is gewoon een kort broekje en een topje. Goed, het grootste deel is nu gepakt. Ik heb ook gelijk even de toilettasjes erin gedaan, maar die zijn eigenlijk allemaal compleet al ingepakt. Dus die waren al behoorlijk tijd ingepakt. Die zitten er ook in en de rest komt allemaal de laatste dag wel, maar dat ga je natuurlijk ook gewoon vloggen. Dus dat ga je nog allemaal lekker zien. Ik ga nou weer even chillen. Goed, inmiddels ben ik de hele middag een beetje aan het rommelen geweest en een beetje aan het opruimen. Ik ben nu een video van Jill aan het kijken en ik ga zo even editen. En dan ga ik weer de vlog eindigen. Milo die zit nu boven even in zijn hokje. Die zit als denk in de koker hier zo in. Zit hij erin? Ik denk het wel. Ja, daar is Milo. En ik weet nog niet of ik dat op de vlog net heb laten zien, maar ik heb dus een hoesje laten bedrukken met Milo erop. Superleuk. En die is vandaag dus ook binnengekomen. Super blij mee. Hij is iets donkerder uitgevallen dan het eigenlijk moest. Maar ik ben er super blij mee. In ieder geval ga ik de vlog dus eindigen en editen. Dus mocht je de vlog leuk vinden, doe dan vast een blauw duimpje omhoog. Of ja, doe een blauw duimpje omhoog. Want de vlog is nu alweer voorbij. Heb je leuke suggesties die ik nog op kan nemen of doen deze week. Of tenminste de komende week. Laat me dat eventjes weten. En dan bedank jullie voor het kijken. En hopelijk gaat het snel beter met mijn knie. Zodat ik gewoon weer lekker vrolijk door het leven kan hobbelen. In plaats van hinken. Maar dat komt altijd goed. Ik hou nu gewoon zoveel mogelijk even rust. En dan gaan we zien hoe het afloopt. Ik ga er sowieso deze week nog 1 keer vloggen. Die zal op de woensdag online komen. Ik dacht dat ik jarig ben. Over 2 dagen ben ik jarig voor jullie. Voor mij duurt het nu nog 1 week en 1 dag. Maar ja, jongens, voor 22. Dus kijk uit naar de vlog van woensdag. Dat zal de afgelopen week dan voor jullie nog even zijn. En het weekend daarop zullen er leuke tripjes aankomen. Of leuke vlogs. Dus hou dat zeker in de gaten volgende week. Of deze week dan. Deze week staan er veel uploads. Sowieso nu maandag, komende woensdag en zaterdag. En zondag komen er vlogs online. En dan waarschijnlijk de maandag erop ook nog eentje. Dus hou dat in de gaten. Ik bedank jullie voor het kijken van deze video. Een duimpje omhoog. En ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe vlog. Doeg!